We hebben net een rondje hard gelopen, kilometer of 12. We zijn in de buurt van Leek, dat is waar Niels is opgegroeid. En hier staat een heel mooi survival baantje. Ja, leuk, gewoon als je er tegenkomt, dan wil je er even spelen. We hebben het hier wel over professionele watervallen, hè? Dus we adviseren niemand om dit te doen. Nou ja, en ik heb dus hoogtevrees, pak lekker onderlangs. Ja, of nu een keer kijken of het lukt. Op de Ruben Dinkelman manier. Ruben, probeer ervoor dat deze voor jou is. Ah, fuck. Ah, leuk geprobeerd. Guys, we gaan een push-up challenge doen. Het is heel simpel. We doen 1 voor 1 een push-up. Daarna 2 push-ups, 3 push-ups, 4 push-ups. Terwijl de andere push-ups aan het doen zijn, staan de andere 2 in de voorlichtsteun te rusten. Jurian laat even zien wat een goede push-up is. Armen gestrekt, lichaam op lang, borst raakt de grond, komt gestrekt overeind. Dit is 1 push-up. 1, go! Ja, finale. In 3, 2, 1. Dan mag ik jureren. Een tijdje geleden heeft Niels 30 dagen lang elke dag 300 push-ups gedaan. Wauw. Zij kan het wel. Anderhalf jaar geleden uit. Ja. Nou, dan heb je discipline voor nodig. Moet ik er 11 doen, anders heb ik niet gewonnen. Tien. Elf. Jeroen, eentje voor jou. Eentje voor mijn vader. Van de uitsloven, de persoon van mij. En eentje voor mezelf.